Voetbalvrienden, wat vliegt de tijd. Alweer een nieuw interview van de Pupil van de Week. Naast mij Stan Meijer, Pupil van de Week bij de wedstrijd Ameide tegen BRC. Gelijk een goede vraag, Stan. BRC, weet je waar het voor staat? Geen idee eigenlijk. Beest-Relico-combinatie, dat is een nieuw ploegje. Die zitten 3 jaar, zijn ze gefuseerd. Het was eerst Beest en Relico en nu is het de combinatie. Dat is al gelijk even voor de mensen thuis, dat weten ze. Vertel wat over je eigen Stan. Ik ben Stan, ik ben 12 jaar. Ik zit in de onder 14-1. Ik zit in de eerste op het Willem de Zwijger. En mijn hobby's zijn vissen en voetbal. Jongens, dit was het Pupil van de Week interview. Tot volgende week. Nee, Stan, fantastisch jongen. Hey, keurig. Hey, goeie man. Hobby's voetbal en vissen. Leuk. Willem de Zwijger. 12 jaar. Ik ben nou ook echt scherp. Leuk man, onder de 14. Afgelopen zaterdag hebben jullie 4-0 gewonnen, hoorde ik. Ja. Bevalt het op Grootveld? Ja, wel erg, ja. Ja, want dit is je eerste jaar denk ik op Grootveld, hè? Ja. Kijk eens aan. En wat is jouw positie? Centraal verdediger. Centraal, oh leuk. Jouw trainer was ook al centrale verdediger? Ja, Erik. Die is wel fanatiek, hè? Ja. Oeh, ja, want hij doet bij mij nog wel eens een circuit training hier op de dinsdag of donderdag bij het eerste. Dan ben ik gewoon back-up en thuis kom en zeg, Roosje, wat heb jij nou gedaan? Nee, maar het is wel leuk. Je leert al veel van hem, denk ik. Ja, dat wel. Leuk, joh. Hey, en dus zaterdag 4-0 gewonnen, dus de stijgende lijn is ingezet. Want eerst hadden jullie wel een paar keer verloren, volgens mij. Ja, het ging nog niet helemaal de goede kant op. Nee, maar nu zit er een positieve lijn in. Ja, dat sowieso. Zo. Hey, een andere hobby was vissen. Ja. Doe je dat dan ook veel? Best wel, ja. Ja, dus elke week ga je wel even op pad. Ja. En wat is nou je favoriete viswater hier in de regio? Om de kerk en dan de Broekseweg en daar in de kleine slootjes. Oh ja, dus bij de Bordenweg ja. En tussen de Bordenweg en de Broekseweg in, zeg ja. Maar. Dus daar zitten de meeste vissen. Ja. Wat is de grootste vangst? 1,05 meter steur. Boah, jongens, hey, dat is de moeite. Ik werd laatst getagd door een maat van mij. Daar hadden ze in de wal hadden ze een meerval gevangen van 2,46 meter. Hè? Ja, dat is wel wat. Ja, dat is jouw doel, zeg maar, voor in de toekomst. Ja. Dus Emmen misschien het doel om het eerste te halen als centrale verdediger. En de grootste vis van Nederland te vangen. Willem de Zwijger College? Ja. Naar je zin? Ja, erg. Ja, nou mooi. Wat is je favoriete vak? Buiten gym om dan, want dat zeggen de meesten natuurlijk. Ik vind op zich Frans wel leuk. Oh, Frans. Oui, je m'appelle Isaac. Dus een tutapel. Tutapel. God, dan ben je voornaam maar weer vergeten, joh. Niks zeggen. Staan. Tutapel staan. Dus. Maar Frans, ja, leuk vak. Van wie krijg je dat? Meneer Stuivenberg. Oh, nee, heb ik niet gehad. Nee, wij hadden meneer Nelissen. Maar die was wat ouder, dus die zou er niet meer zijn. Maar meneer Stuivenberg, leuk. Ja. Aardige vent. Ja, zeker. Oké, nou mooi. Doe maar de groeten van me. Hé, hey, zaterdag ben je Pupil van de Week. Kom je wel eens kijken bij het eerste? Ja, ik ben wel elke thuiswedstrijd. Ja, goed bezig jongen. Dat hoor ik graag. Goed interview dit man. Lekker. Het gaat wel goed hè met het eerste. Ja, is erg goed. Afgelopen zaterdag een klein misstap uit op Heerenveena. Heet potje. Stonden 3 ervoor. Net naar rust werd gelijk 3-3. Kwamen op 4-3. Ook nog 4-4. Een beetje schmutseling in het veld hè. Met steenbruggen. Ah. Hey, was niet de liefste die aanvoerder van hem, maar goed. Wat denk je dat zaterdag geworden tegen BSC? Ik wil gewoon 3-0'tje hoor. 3-0'tje, lekker man. Ja, teken ervoor. In de voorbereiding hadden we ook tegen gespeeld. Aardig ploegje, moet ik wel zeggen. Goede laatste man ook en een goede team. Maar goed, waren we ook niet compleet. En de flow zit er nog steeds in. We gaan weer 2 keer hard trainen met de eerste. En dan komt het helemaal goed, joh. Leuk, 3-0. Hey, tweede, volg je dat ook nog? Of zeg je nou? Ja, dat... niet heel erg. Tweede doet erg goed. Mannen verkluut. 2 keer gewonnen. 6 punten dus. Afgelopen zaterdag wonnen ze met 4-0 uit, of thuis tegen MVV. En zaterdag moeten ze uit tegen WNC, Waardenburg. Dus beloof weer een lekker weekendje worden we voor de meiden te worden, joh. Door de week slecht weer, van het weekend goed weer. Wat wil je nog meer, jongens? Sportcomplex Meijerhoeven, 3 uur. Stan doet de aftrap. We gaan er weer voor. Oh.
lachen of je wil of niet. Als een kans dat hij voortdurend op de loer. Komt de bruine monster aan en gaat er toe. Ook de bijen extra stevig.